Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je heel makkelijk met zo'n perforator of een ponsje en deze washi sheets zelf stickers kunt maken. En met deze washi sheets ga ik dus kleine ronde stickertjes maken. Die vorm heb ik hier op de perforator. Dat is het enige wat je ervoor nodig hebt. Ik ga nu eerst even de washi sheets uit de verpakking halen. Het is eigenlijk net zoals washi tape, gewoon plakkend spul met een bepaald patroontje erop. Alleen is dit zo'n 15 bij 15 centimeter groot, een heel groot stickervel eigenlijk. Ik maak dus alles met deze hier. Je kunt ook een schaar erbij pakken en zelf vormen maken. En er zijn twee bladen van deze bij. Even kijken welke er geschikt zou zijn voor stickers. Ik heb verschillende zwart-wit patronen. Dan deze met goud ertussen. En twee vellen met love erop. En dan nog lijntjes en driehoekjes. Die met het goud vind ik het leukst, maar deze zijn misschien best voor stickers. Ik heb 6 patronen en die zonder goud vind ik dus het best voor stickers. Maar ik ga gewoon eventjes de hele stapel door om te kijken. Deze in ieder geval. Daar kan ik makkelijk stickers van maken. Dit is een beetje lastig omdat er heel veel weg van gaat vallen. Maar dit kun je natuurlijk ook gewoon met schaar uitknippen. Dus die leg ik ook even opzij. Nou ja, hier kun je natuurlijk ook heel makkelijk stickers van maken. Van deze ook. En de pijlen is dan weer een beetje lastig, net zoals bij Love. Dat gaat gewoon moeilijk als je cirkels van maakt, maar kun je ook gewoon uitknippen. Oh, ik pak deze erbij. En dan ga ik gewoon doen waar het apparaat voor gemaakt is. Ik doe zoveel mogelijk aan de zijkant, zodat er zo min mogelijk verspild wordt. En dat is de eerste al. Dat zijn er 3. En dan ga ik gewoon met de volgende verder. Even deze eruit halen. Zo zien ze er nu uit. Hier is nog een stukje meegekomen. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar dat kunnen we makkelijk bijwerken. Dus zo zien de eerste stickers eruit. Volgende 3. Ik laat ze even zo liggen en dan kijken we straks gewoon in één keer hoe alles geworden is. Love komt als laatst. En dan ga ik deze weer nemen. En dat zijn dan al mijn stickers in de ronde vorm. Dus deze moet even bijgewerkt worden. Ik pak gewoon mijn schaar erbij en dan knip ik het overbodige stukje eraf. Dus de eerste, de tweede, derde, 4, 5. Dit was de zigzag waar heel veel aan vast zat. Dat knip ik ook even weg.
Dus dit zijn alle patronen in ronde stickervorm. Ik vind die met de stipjes het leukst. En die met de driehoeken eigenlijk ook. En dan heb ik alleen nog die met love over. Ik begin hier bovenaan eens. Ik knip gewoon één keer love uit met de hartjes erbij. En zo makkelijk maak je dan van deze washi sheet een sticker. Ziet er weer eventjes heel anders uit dan de gewone ronde stickers die we gemaakt hebben. En ja, dit kun je natuurlijk ook met die pijlen doen of in een andere vorm wat je zelf wilt. Het is in ieder geval heel erg makkelijk zo te maken. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video te kijken. Als het zo is, geef de video een duim omhoog. Of laat een reactie achter, daar word ik altijd blij van. Ik hoop ook dat je je abonneert op dit kanaal. Als je dat doet, klik dan gelijk even op het klokje naast de abonneren button. Dan mis je nooit meer een video van ons. Ik hoop dat je dat doet, dan zie ik je in de volgende video weer. Dus tot dan en dag!